Goedemiddag, mijn naam is Joost Aert. Vandaag kan ik mijn graven naar Schilbrugge zonder partieel burger optasten. Hier in de graal gegeven, 60 op de 40 plus 3 kwadraat plus 40 plus 15 gedeeld op de x plus 3 dx. Graad van de tel is groot, graad aan het grootste noemer. Dan gaan we eerst de Euclidische deling uitvoeren om beter te vereenvoudigen. Dus we gaan eerst de Euclidische deling uitvoeren. Kijk daarvoor een video over Euclidische deling hoe dit werkt. We gaan 60 op de 40 plus 3 x kwadraat plus 4 x plus 15 delen door x kwadraat plus 3. Normaal moet er een 0 keer x tot de derde staan. Ik schrijf hem hier niet bij, want het is niet echt nodig, dat we merken. We gaan eerst 60 op de vierde delen door x kwadraat, dan krijg je 6x kwadraat. Dan krijg je hier 60 op de vierde plus 18x kwadraat. Ja, dan trekken we aan elkaar af, dan krijg je 0 keer x op de vierde plus 5 keer x kwadraat. 3 min 8 is 5, dus 5x kwadraat. 5 kwadraat plus 4x plus 15. 5 kwadraat deel x kwadraat geeft u plus 5. Dan krijg je 5x kwadraat plus 15. Ja, nou je over, als je van kan eraf trekt, gewoon 4x. Ja. Dat betekent in feite, als je dat uitrekent, dat je gegeven functie 60 tot de vierde plus 23x kwadraat plus 4x plus 15 gedeeld door x kwadraat plus 3 kunt schrijven als jouw quotient. 60 kwadraat plus 5, de quotient. Ja. Plus je rest, x kwadraat plus 4x delen door x kwadraat plus 3. Dus door 4x delen door x kwadraat plus 3. Dat is het quotient dat je eerst hebt. Dit is de q van x, je quotient dat je berekend hebt. En dat is je rest van x. Dat betekent dus, ja, als je de integraal kunt schrijven in twee delen, je krijgt een integraal van 60 kwadraat plus 5, ja, plus dan 4x geldt door x kwadraat plus 3 dx. Ja, die kunnen dan splitsen in twee delen. De eerste deel wordt het integraal van 60 kwadraat plus 5 dx. Het tweede deel wordt dan 4x geeft er x kwadraat plus 3 dx. Het eerste gedeelte is gewoon basisintegralen, wordt 60 tot de derde gedeeld door 3. Dus hier krijg je 6x tot de derde gedeeld door 3 plus 5x. Kun je nog vereenvoudigen naar 2 kwadraat plus 5x. Dus 2 kwadraat plus 5x. Dit hier. Ja, de x kun je binnen de x krijgen, en ook de 4 met een 2, daar krijg je de graal van. Je kunt er 2 buiten brengen, dan krijg je d x kwadraat, je kunt er plus 3 bijvoegen, ja, dan krijg je d x kwadraat plus 3, geeft er x kwadraat plus 3. Ja, als je tegenlegt van x kwadraat plus 3, dan krijg je de graal van dt, dus 2 keer dt, t, dat wordt ln, dus plus 2 keer ln van x kwadraat plus 3 plus 7. Ja, dus dat is de integraal. Dat is herschrijven. Je krijgt dus 2x tot de derde plus 5x, ja, plus 2 keren de ln van x kwadraat plus 3 plus 7. Dat is dus hoe een graal van de functies oplost zonder partieelbreuken komt voor als de graal van een teller groter is dan de graad van een noemer. Dank voor de aandacht de volgende keer en nog dank om te kijken. Daar.